Een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat is waar de Europese Green Deal naar streeft. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en vereist een grootschalige verandering van de huidige Europese samenleving. Dit inzicht behandelt de ambities, mogelijke valkuilen en algehele realisatie van de Green Deal. En het gaat ook in op de economische winst die de Green Deal wel of niet kan opleveren. Als eerste spreek ik Diederik Samson, kabinetschef van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Ontzettend fijn dat je echt met ons wil spreken over de Green Deal. Kan je een beetje uitleggen wat de grootste ambities zijn van de Green Deal? Nou, eigenlijk is het één grote ambitie en dat is om de toekomst voor komende generaties veilig te stellen. En om dat te realiseren moeten we ons ecosysteem verduurzamen, onze hele economie verduurzamen. Dat betekent uiteraard, want daar denkt iedereen meteen aan, klimaatverandering tegengaan. De wereld, de opwarming binnen 1,5 graad houden. Dat betekent voor Europa dat je eigenlijk helemaal klimaatneutraal moet zijn in 2050. Maar het betekent meer, want we willen dus het verlies aan biodiversiteit stoppen. Daarbovenop moeten we ook stoppen met het verder vervuilen van onze omgeving. Water, lucht en bodem. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook al wel meer grootse milieuplannen gehad. Waarom zou de Green Deal nu wel werken? Dit is een beter plan. Dit keer hebben we gezegd, we maken één alomvattend plan om de toekomst veilig te stellen. Om ons ecosysteem duurzaam te maken, om onze hele economie te verduurzamen. Daarbij komt ook nog eens dat we deze keer het eigenlijk helemaal niet als een milieuplan hebben ontworpen, maar misschien wel meer als een economisch plan om onze economie te veranderen. Nieuwe groei mogelijk te maken. En daarbij komt, en misschien is dat wel de moeilijkste opdracht, maar wel het belangrijkste. We moeten nu de Green Deal rechtvaardig vormgeven in zichzelf. Dus zorgen dat niet alleen de Tesla-rijdende veelverdiener er lol van heeft, maar dat iedereen mee kan genieten van een mooiere en schonere omgeving en een rechtvaardigere economie. De Green Deal staat nu in het hart van het herstelplan van Europa, maar dat was eigenlijk nog niet zo vanzelfsprekend. Eigenlijk is het omgekeerde vaker voorgekomen. Dan hadden politici eindelijk de moed verzameld om een langetermijnplan te maken en een stip op de horizon te zetten en daar ook beleid voor te formuleren. En dan kwam er iets wat alle aandacht opeiste en al het geld ook trouwens opmaakte. En dan was het langetermijnplan alweer weg. Dat nieuwe besef, dat heeft ons echt geholpen om dit plan overeind te houden of sterker nog te verbeteren. En dat is op zich wel bijzonder. Want dat is in het verleden elke keer misgegaan. Kunnen jullie iets meer uitleggen hoe jullie werk eruit ziet? Ja, wij zijn eigenlijk een beetje de spin in het web van die hele Green Deal. Die gaat over heel veel onderdelen van de samenleving, eigenlijk alle. Transport, landbouw, energie, we noemden het al. Milieubeleid en onze verdieping probeert al die losse plannen tot één geheel te smeden. Met betrekking tot de Europese Unie en duurzaamheid, wat zou je daarbij nog mee willen geven? Voor ons, de generatie die al zijn hele volwassen leven werkt aan een duurzame toekomst, is het heel lang zo geweest dat milieubeleid eigenlijk synoniem was aan uitstel, teleurstelling en tegenslag. Dat is in de afgelopen paar jaar totaal veranderd. Door twee omstandigheden. Eentje is uiteraard de innovatie. Zonnepanelen zijn helemaal niet meer stervensduur. Ze zijn hartstikke goedkoop aan het worden. Het gaat heel erg goed. Offshore wind gaat als een dolle. Elektrische auto's rijden tegenwoordig verder dan je dacht en zijn goedkoper dan je wilde. Ideaal. Maar misschien nog wel belangrijker. Milieu is duurzaamheid. Een duurzame toekomst is het centrale thema geworden van met name de jonge generatie. Die bepalen nog een hele tijd de politieke prioriteiten. En nu opeens is duurzaamheid, dat merken we hier ook in Brussel. Het is niet meer het jongetje wat op het laatst in de vergadering nog zijn vinger opsteekt en zegt, moesten we niet ook nog wat met duurzaamheid? Het is nu het hoofdonderwerp op de agenda. En daaraan kunnen meewerken is zeker voor degenen die andere tijd allemaal nog hebben meegemaakt een hele mooie ervaring. In het Europees Parlement wordt hard gewerkt aan hoe de doelen van een Green Deal behaald kunnen worden. Hierover spreek ik met Tom Berendsen. Hij is lid van het Europees Parlement namens het CDA. De ambities van de Green Deal zijn natuurlijk toch flink ambitieus. Hoe kijk je zelf aan tegen die ambities van de Green Deal? Ik denk dat die ambities inderdaad ambitieus zijn. Maar dat is ook belangrijk, want we willen klimaatverandering tegengaan. Dat is onze belofte aan volgende generaties. En die uitdaging is groot, dus je moet ook grote ambities hebben. En op dit moment staan die ambities in die Green Deal.
Maar een beetje oneerbiedig gezegd is dat op dit moment natuurlijk vooral een bak met ideeën. En aan die uitwerking gaan wij nu werken in Europa. En kan je wat vertellen over hoe de ambities van de Green Deal zich met nationale klimaatambities, die van CDA en van de Nederlandse regering, verhouden? Nou ja, met ons nationale klimaatakkoord geven we natuurlijk ook een uitwerking aan de zaken die wij op Europees niveau afspreken. Want zeker met klimaatbeleid, CO2 stopt niet aan de grens. En dat betekent dat Nederland de uitvoering aangeeft, ook op een ambitieuze manier. Nederland heeft ook op Europees niveau gelobbyd voor het verhogen van het doel van 2030 naar 55%. Maar tegelijkertijd wil je wel zorgen dat we een eerlijk speelveld houden voor de Nederlandse industrie. En we hebben een aantal hele grote, sterke industrieclusters, waar veel banen zijn, die ook de ambities hebben om te verduurzamen. Maar op het moment dat wij in Nederland met die nationale CO2-heffing bijvoorbeeld verder voorop gaan lopen, dan maak je het voor onze Nederlandse industrie wel heel lastig om te concurreren met de Europese industrie en al helemaal op wereldschaal. En wat is daarin jouw eigen rol als Europarlementariër? Hoe zou je jouw eigen taak daarin omschrijven? Nou ja, als Europarlementariër ben je natuurlijk bezig met wetgeving die voor de hele Europese Unie geldt. Maar daar maak ik natuurlijk ook wel gebruik van de ideeën die we in Nederland hebben. En verdedig ik ook de belangen die Nederland heeft op Europees niveau. Als ik naar mijn portefeuille kijk, dan is aan de ene kant energiebeleid. Waar ik bijvoorbeeld nu namens de grootste fractie in het Europese parlement verantwoordelijk ben voor de grote Europese grensoverschrijdende energieprojecten. Dus hoe zorgen we dat de netwerken beter op elkaar aansluiten? Waar kunnen we met z'n allen gezamenlijk investeren, bijvoorbeeld in waterstof, technologie of in afvang en opslag van CO2. Nou, daar ben ik verantwoordelijk voor die onderhandelingen. Dat is een belangrijke opdracht, ook omdat ik denk dat wij de energietransitie effectiever en haalbaarder kunnen maken op het moment dat we dat met z'n allen doen. Een ander voorbeeld is industriebeleid. Ook daar ben ik voor verantwoordelijk namens onze Europese fractie. En daar kijken we heel erg naar hoe zorgen we nou voor dat we een eerlijk speelveld houden. Dat we bijvoorbeeld op het moment dat wij hogere eisen stellen, terecht op het gebied van duurzaamheid en onze industrie, hoe zorgen we er nou voor dat die bedrijven ook wel overleven op het moment dat ze op wereldschaal moeten concurreren met bedrijven uit andere delen van de wereld die zich niet aan die regels moeten houden. Maar het allerbelangrijkste als het gaat over de Green Deal en dan met name de energietransitie, is dat wij dat als Nederland gewoon nooit alleen kunnen. En we zullen heel Europa zullen mee moeten nemen. Dat is ook een van de onderwerpen die in Nederland eigenlijk niet in de discussie plaatsvindt, of een plek heeft in de discussie, maar in Europa wel, is die eerlijke transitie. Er zijn meer dan 40 regio's in Europa die nog volledig afhankelijk zijn, zowel qua energievoorziening als qua werkgelegenheid van kolen. Die moeten ook allemaal door die transitie heen. En dat betekent dat het heel effectief kan zijn om via Europa daar te investeren, dan alles in Nederland alleen te willen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe de Green Deal tot stand is gekomen en hoe hier de Nederlandse belangen al vroeg behartigd werden, vertelt Paul van Dam mij. Hij is klimaatattaché en coördinator Green Deal bij de permanente vertegenwoordiging. Allereerst heel hartelijk bedankt dat we zo met elkaar kunnen spreken. Om te beginnen, hoe verhoudt de Green Deal zich tot de contributie van Nederland wat betreft het klimaatakkoord? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? We zijn natuurlijk begonnen eigenlijk met het regeerakkoord van 2017. Toen is er uitonderhandeld dat Nederland zou gaan pleiten voor een hogere klimaatambitie in Europa. En tegelijkertijd al zelfs zijn klimaatambitie zou verhogen naar 49%. En dus in Europa zou gaan lobbyen voor een nog hoger doel, voor 55%. Maar dus die afgelopen 4 jaar zijn we eigenlijk bezig geweest in Europa om de rest mee te krijgen met dat hogere doel. Want Nederland kan natuurlijk niet het probleem in zijn eentje oplossen. En het is ook beter voor het gelijk speelveld, voor het concurrentievermogen ook van Nederland, dat we dat met elkaar doen. Nou ja, dat is gelukt, dus nu moeten we ook zelf een tandje gaan bijzetten. Jij werkt dus zelf bij de permanente vertegenwoordiging. Hoe zit die rol met betrekking tot de Green Deal? Op de permanente vertegenwoordiging hebben we natuurlijk attachés die allemaal hun eigen dossiers hebben. Zo ik ook voor klimaat. Alleen nu met die Green Deal zie je natuurlijk dat het bereik van zo'n agenda veel groter is geworden. Al die dossiers moet je dus een beetje ook in de gaten houden. Er zijn allerlei andere collega's die er natuurlijk mee aan de slag gaan. Maar het moet allemaal wel in dezelfde richting wijzen. Tegelijkertijd geldt natuurlijk ook, omdat het zo'n politiek toch belangrijk thema wordt gevonden tegenwoordig. En het is, als ik al zei, redelijk ingrijpend wat we gaan doen met de economie. Is het ook iets wat natuurlijk op de agenda van de regeringsleiders speelt. Als het op het bordje van de regeringsleiders ligt, dan moet echt elke lidstaat moet daarmee instemmen. Dus het kan ook een
een hele kleine lidstaat kan een besluit tegenhouden. Nou, dat heeft zijn voordelen, want het betekent dus als er een besluit wordt genomen dat het ook echt gedragen wordt en dat niemand daar meer vraagtekens bij gaat stellen. Dat betekent wel vaak dat dat soort processen gewoon wat langer duren, omdat je echt iedereen mee moet hebben. Uiteindelijk stemde de Raad dus unaniem voor die Green Deal. Hoe zijn die daar nou gekomen? We zijn dus eigenlijk begonnen met het doel voor 2050. En uiteindelijk zijn we daarna pas aan die discussie voor 2030 begonnen. Wij waren daar een van de eerste blokken in de wereld eigenlijk die zeiden we gaan onze emissies echt naar nul terugbrengen. Dus dat is natuurlijk een heel nieuw concept. Heeft dus wat tijd nodig om echt in te dalen. Dus nou, daar begin je eigenlijk ook met een klein groepje lidstaten die zegt, nou, wij willen eigenlijk dat dit het doel wordt. Nou, in het begin voel je dan een beetje roepen in de woestijn. Maar later zie je dat anderen zich dan daarbij voorzichtig gaan aansluiten. Toen op een gegeven moment de commissie ook met het voorstel kwam om dat te omarmen, dus om die broeikasgasemissies naar nul terug te brengen, toen zag je ook dat landen zich een beetje achter de oren gingen krabben en dachten, oh, als dit het voorstel is, misschien moeten we er dan wel serieus naar gaan kijken. Nou, dan heb je natuurlijk altijd een groep lidstaten die er eigenlijk nog niet aan toe is, die het liever niet wil. En een groep lidstaten die nog een beetje afwacht van nou, eens kijken hoe de rest zich gaat positioneren. Ja, en als dan eenmaal de sneeuwbal gaat rollen, dan is het vaak een kwestie van, kunnen we het zo formuleren dat anderen zich daar ook in kunnen vinden. Nou ja, vervolgens hadden we dus dat akkoord op klimaatneutraliteit in 2050. Nou ja, zoals ik al zei, moesten we dan dus ook gaan kijken, hoe kom je daar op een verantwoorde manier? We moeten nu gaan kijken, wat betekent dat dan voor de wetgeving, voor allerlei sectoren. Dus de commissie is nu heel hard bezig om te kijken, hoe moeten we de bestaande instrumenten die we al hebben aanscherpen. En moeten er misschien nog nieuwe instrumenten bij komen om die doelen ook op een goede manier te gaan halen. Dus dan moet je ook kijken per sector van wat is een redelijk pad, zodat die sectoren daar op een goede manier aan kunnen bijdragen. En tegelijkertijd ook snel genoeg gaat in alle lidstaten om dat voor elkaar te krijgen. Onze rol van de Nederlandse ambtenaar hier in Nederland draagt daar natuurlijk ook zijn steentje aan bij. Wat zou je willen meegeven aan die Nederlandse ambtenaar om toch mee te kunnen helpen om dat doel uiteindelijk te behalen? Ik denk dat de les wel is die ik hier zelf uitgehaald heb. Geef niet te snel op. Er is natuurlijk vaak vanuit de politiek een druk om snel dingen voor elkaar te krijgen. Het is ook belangrijk om er echt serieus mee aan de slag te gaan. Maar je ziet wel, Europese processen kosten gewoon wel wat tijd. Voordat je alle neuzen dezelfde kant op hebt, van 27 lidstaten en een Europees parlement en een commissie, ja, ben je vaak wel 1,5 à 2 jaar verder. Maar dat betekent niet dat er niks kan veranderen. Om meer te weten te komen over de uitdagingen die de uitwerking van de Green Deal met zich meebrengt, spreek ik Bas Eickhout. Hij is lid van het Europees Parlement namens GroenLinks. Allereerst hartelijk bedankt dat we mogen spreken met elkaar. We hebben gesproken over de Europese klimaatambities in de vorm van die Green Deal. En ik vraag me af, hoe verhouden die Europese ambities zich nou met de nationale ambities? Onder andere van GroenLinks zelf, maar ook de ambities van de Nederlandse regering. Alle landen hebben nu gezegd, Europa heeft gezegd, we willen klimaatneutraal worden. We willen onze doelen leveren aan het Parijsakkoord, het klimaatakkoord van Parijs. Nou, dat is allemaal prachtig. Maar als je dan gaat terugrekenen wat dat betekent, dan betekent dat echt wel echt forse ambities voor 2030. Dus als je dan gaat kijken waar Europa nu het compromis op gevonden heeft, ja, dat is eigenlijk nog onvoldoende om die Parijsdoelen te halen. In Nederland moet je dan de Nederlandse regering verder duwen, maar in een Europese setting ga je weer samen met Nederland de andere landen proberen mee te krijgen. Dus ja, je kiest je allianties uit afhankelijk van het niveau waarop de discussie is. Zijn er voor 2030 ook al hele concrete plannen? Wordt dat ook verder uitgewerkt? Want ik hoor nu voornamelijk ook veel geluiden van nieuwe ambities voor 2050, maar misschien nog minder concrete uitwerkingen tot 2030. Helaas, het 2050-doel klinkt mooi, klinkt ver weg. Dus politici hebben dan nog niet de urgentie in hun achterhoofd. En daarom zijn we nu wel in Europa aan het discussiëren van wat betekent dat voor alle maatregelen die we naar 2030 toe gaan nemen. Dit betekent echt forse investeringen en een draai van onze hele economie. We hebben natuurlijk een fossiele economie gebouwd. En daar willen we vanaf. We willen naar een circulair nul-uitstoot-economie. Dat is fundamenteel anders dan hoe we nu werken. Nou ja, dat is te doen. En ja, dat levert banen op. En ja, Europa kan in de wereld daarin leidend zijn. Dus daar zitten zeker goede perspectieven aan.
Maar het betekent ook dat de chemie sector anders moet. We gaan anders staal produceren. Onze energievoorziening moet anders. De bebouwde omgeving, hoe huizen eruit gaan zien. Het moet allemaal om. Hè, dat gaat anders eruit zien. Dat kan met heel veel werkgelegenheid. Dus er is een positief verhaal te maken. Maar het is niet iets dat je even doet en dat vanzelf komt. Ja, dat gaat ook pijn doen. Verandering doet pijn. En dat, ik denk dat dat nog te weinig politici durven te zeggen. Wat is Europa's positie meer mondiaal gezien? Europa heeft wel klimaatneutraliteit eigenlijk op de agenda gezet. En een ja, zichzelf respecterend land in de wereld ontkomt er niet aan om klimaatneutraliteit te beloven ergens. Maar ik denk ook wel dat het vanuit een zelfbegrepen eigenbelang is. Wij zijn een druk, een dicht bewoond continent met weinig eigen grondstoffen. Dus een efficiënte, circulaire economie is niet alleen iets dat mooi op een milieuprogramma past, maar wat eigenlijk ook gewoon welbegrepen eigen economisch belang is. Als wij niet dit goed voor elkaar krijgen, zullen wij afhankelijk zijn wereldwijd van de race om grondstoffen. Ja, dat is een afhankelijkheid die heel onverstandig is. Nou, tel dat er nog eens bij op dat wij een redelijk rijke bevolking hebben. Dus ook qua lonen kunnen wij niet concurreren. Ja, dan zullen wij het dus van innovatie moeten hebben. Nou ja, laat dan dus de innovatie zich richten op een circulaire, efficiënte economie. Dan doe je het goed voor het milieu en waarschijnlijk voor de positie in de wereld, ook voor onze eigen economie. Wat zien jullie als grote uitdagingen voor de uitwerking van de Green Deal zo meteen? Ik denk echt dat we veel meer moeten gaan kijken naar specifiek sectoraal beleid. Hoe gaan we de chemie sector helpen? Hoe gaan we de staalsector helpen? Hoe gaan we echt nul uitstoot staal, gewoon groen staal maken? Ja, daar zullen we ook qua innovatie nog stappen moeten zetten die gesteund moeten worden. Hetzelfde geldt voor transport. Ik denk dat daarin eigenlijk nu wel de auto-industrie ook wel de stap heeft gezet van oké, we gaan naar elektrisch. Maar als we naar elektrisch gaan, dan moet er ook wel een infrastructuur zijn. Dus ja, de auto-industrie kan wel een elektrische auto van de lopende band laten rollen. Maar als vervolgens die elektrische auto niet overal in Europa opgeladen kan worden, dan hebben we nog steeds een probleem. En we zitten nu wel echt in een implementatieagenda, in een investeringsagenda. Waar gaan we die innovatie? Hoe gaan we zorgen dat de opbrengsten van CO2-beprijzing ook weer nuttig gebruikt gaan worden? Dat eigenlijk is het debat steeds meer daar naartoe aan het verschuiven. Heb je zelf nog iets waarvan je zegt, nou, dit wil ik echt nog heel graag kwijt of een bepaalde oproep? Europese politiek is mensenwerk. Te vaak denken wij bij Europese politiek aan heel complex gebouwen, mensen ver weg, afstandelijk, onbekend. Probeer daar doorheen te kijken. Europese politiek is mensenwerk, het wordt gemaakt door mensen. En dus ook de beïnvloeding van een paar sleutelfiguren kan al heel erg het werk beïnvloeden. Dus laat je niet afschrikken door de lelijke gebouwen, maar weet dat er gewoon mensen inwerken die ook willen dat hun wet beter is en doorkomt. En zodra je het ziet als mensenwerk, is Europese politiek ook ineens een stuk leuker en makkelijker. We hebben nu een stuk meer kennis over de Green Deal. We weten hoe deze tot stand is gekomen en wat de uitdagingen zijn die er nu liggen in de uitwerking ervan. In het volgende inzicht duiken we in de interne stabiele markt. Wat ligt hieraan ten grondslag en hoe houden we deze markt sterk en stabiel in de toekomst?